De megarechtszaak waarbij de ex-directeur van de Surinaamse postspaarbank Guinmardo Cromosuto, centrale bankdirectielid Farhanas Houssiel, ex-governor van de centrale bank Robert van Trict en zakenpartner Ashwin Agnew terechtstaan voor het financieel benadelen van de staat, is nog niet afgesloten. Dit zegt de advocaat Merwin Dubois. Opmerkelijk is dat het onderzoek loopt, terwijl de rechter het laatste woord al heeft gevoerd. De uitspraak is gepland voor 21 januari 2022, nadat die eerder was uitgesteld. De beklaagden blijven voorlopig achter de tralies, omdat rechter Maitri Kuldip Singh van mening is dat er nog ernstige bezwaren tegen deze verdachten zijn. De verdediging vindt echter dat de rechters een trucje gebruiken om tijd te winnen. Alle verdachten, behalve Cromosuto, mogen nu wel bezoek krijgen. Dit was eerder niet het geval. Deze beperking leidde eerder tot ergernis bij de familieleden en gezinnen van de verdachten.